Ik vond het heel moeilijk om te bedenken wat nou het dilemma is in sexting. Er overkomen haar dingen en daar reageert ze weliswaar op. Hè. Aan de ene kant door mee te gaan en te zeggen, oké, nou, als je de hoer wil, hè, dan zal ik ook de hoer spelen. Van de andere manier door een beetje agressief te worden. Maar ze heeft eigenlijk helemaal geen controle op wat er gebeurt. En dat is denk ik ook wat die film zo aangrijpend maakt. Ik zeg eigenlijk altijd dat sexting een hele goede vorm is van veilige seks. We vinden het heel erg belangrijk dat jongeren onderling leren praten over seks. En communicatie is echt heel erg goed. En daardoor wordt je seks ook leuker en beter. En sexting kan een heel goed onderdeel zijn van die communicatie. Dus je kan vertellen wat je lekker vindt, wat je graag met de ander zou willen doen. Je kan de ander complimentjes geven over hoe die eruit ziet of wat je met bepaalde lichaamsdelen zou willen doen. Dus die communicatie is heel erg goed. En ja, je ligt nog niet bij elkaar in bed, dus de kans op een SOA is nul. We hoeven ons geen zorgen te maken over sexting. We moeten ons zorgen maken over vormen van seksueel geweld en seksuele intimidatie die zich ook online zijn gaan voordoen. En het verspreiden van sexy materiaal tegen iemands wil is een vorm van seksueel geweld. En op die manier moeten we daar ook naar kijken. Dus wij vinden ook seks geen probleem, maar we vinden verkrachting een probleem. Dus we moeten ook op die manier erover praten. Het gaat niet over het delen van sexy foto's met iemand die je vertrouwt. Nee, het gaat over dat ongewenst doorsturen. En daarmee is het ongewenste seksuele handeling, ja, dat is seksueel geweld. Kom. Nee, even lachen. Geen foto. Niet even. Nee, lachen. Geen foto. Even lachen. Eentje. Oké, okay, eentje. Het is een nieuw fenomeen wat heel erg hangt aan die nieuwe media. Maar uiteindelijk de problemen die daarover ontstaan, hè, dus dat slettenstigma, wat er is, de breuk van vertrouwen, dat zijn natuurlijk geen nieuwe dingen. Daar zaten we al veel later mee. Dus je ziet nu dat dankzij die nieuwe media en dat nieuwe fenomeen van sexting, dat oude slettenstigma weer van zal wordt gehaald en dat dat wel weer terug is. Of eigenlijk misschien terug van nooit weg geweest is. Echt een dikke boys will be boys, daar kan je nou eenmaal niet zoveel aan doen. En de vrouw of het meisje had beter moeten weten. Dat zit heel erg diep geworteld in onze cultuur. Ja, we moeten daar op een andere manier over praten. En het gaat dus over degene die dat ongewenst verspreiden en nog een keer verspreiden. En die dat blijven delen. Die moeten we aanpakken, die moeten we als dader zien. In plaats van dat we ja, aan victim blaming doen. Ik vroeg me af wat ik kan doen tegen een naaktachtige foto op het internet. Het probleem is niet zo heel erg groot. Dus maar een klein deel van de jongeren, zo echt zo rond de 7%, wetenschappelijk onderzoek van de UvA blijkt dat, die wel eens zulke soort foto's zelf sturen. Dus dat is echt maar een klein percentage. En dan is er nog een veel kleiner percentage waarbij het ook echt uit de hand loopt en dat die foto's dan massaal op zo'n school gedeeld worden. Dat zijn wel zaken die dan best wel vaak breed uitgemeten worden in de media. Dus zo'n incident wordt dan heel erg groot. En daardoor lijkt het alsof zoiets een wijdverbreid fenomeen is. Maar dat valt echt heel erg mee. Wat kan je nou op kleine schaal doen? Dat je ook heel erg duidelijk zegt, dit soort dingen stuur je niet door op het moment dat je zo'n foto onder ogen krijgt. Vertel het aan een volwassene. En jij bent hier geen onderdeel van. Want het is echt belangrijk ook dat die boodschap naar buiten komt. Iedereen die het doorstuurt heeft deel aan het ongeluk en de schaamte van zo'n slachtoffer.